In deze webles gaan we kijken naar het fenomeen elektromagnetisme. En het proefje waarvan je hier het filmpje ziet, is een proefje dat ook gedaan is in 1820 door Hans Christian Ørsted. En hiermee toonde deze Deense wetenschapper aan dat er een verband is tussen elektriciteit en magnetisme. Anders gezegd, je krijgt een magnetisch veld wanneer er elektrische ladingen bewegen. Later is hier ook een theorie aangehangen. Een ingewikkelde theorie die je verder nog niet hoeft te kennen, maar volgens de theorie blijken zowel elektrisch als het magnetisch veld twee verschijningsvormen te zijn van hetzelfde fenomeen, wat we dan elektromagnetisme noemen. We gaan ons daar richten op een draad, maar laten we eerst even kijken naar de situatie van het vorige weblesje. Toen ging het over magneten, zogenaamde permanente magneten, stukken ijzer die magnetisch zijn. Hoe zit dat met zo'n permanente magneet? Want een magnetisch veld krijg je wanneer er elektrische ladingen bewegen. En zo'n permanente magneet doet het ook als je er geen batterij op zet. Wat blijkt nu het geval te zijn? In die magneet bewegen de elektronen. En de elektronen hebben ook lading. En die beweging van de elektronen die zorgen voor dat magnetische veld, waardoor je die magneet een magneet noemt. In de rest van uh, deze webles gaan we ons richten op een stroom die loopt door een draad. En volgens uh, de waarnemingen van Ørsted, als je een stroom door het draad laat lopen, en dat zag je in het filmpje ook, dan wordt er een magnetisch veld veroorzaakt. En dat kon je mooi in het filmpje zien, want die kompasnaaltjes die gingen draaien op het moment dat je de stroom aanzette. Dus die voelde het magnetisch veld van de stroomdraad. En we gaan uh, kijken of we een regel kunnen bedenken waarmee we uh, de richting kunnen aangeven van het magnetisch veld. Als we de richting van de stroom weten. En die regel die bestaat natuurlijk en dat heet de rechterhandregel. En ik heb deze rechterhandregel 1 genoemd, want we gaan dadelijk nog een andere situatie bekijken en dan komt er een tweede rechterhandregel. Maar deze rechterhandregel gaat dus over een stroomdraad, een rechte stroomdraad waar een stroom doorheen loopt. En in het plaatje hier loopt de stroom van boven naar beneden. Wat zegt dan de rechterhandregel? Die zegt het volgende: je pakt je duim en je houdt je duim in de richting van de stroom. Dan buig je je vingers en de gebogen vingers geven dan de richting aan van de magnetische veldlijnen om de stroomdraad. En um, wat je altijd hebt bij een stroomdraad is dat die magnetische veldlijnen rondlopen, concentrische cirkels vormen. En afhankelijk van je duim um, lopen die veldlijnen met de klok mee of tegen de klok in. Als je hier de stroom van beneden naar boven zou laten lopen, zou je de duim ook naar boven moeten houden. En zouden de magnetische veldlijnen precies de andere kant op lopen. Een aardigheidje is dat bij een draad je nooit kunt zeggen van een noord of een zuidpool van een magneet, want deze veldlijnen lopen in een cirkel en ze lijken nergens uit te komen en ze lijken ook nergens in te gaan. Dus je kunt niet zomaar een noord of een zuidpool aanwijzen. Probleempje een beetje bij dit soort situaties is dat je een drie D-situatie heb je bent eigenlijk in drie dimensies aan het denken en in het plaatje zoals je die hier ziet is die derde dimensie door middel van een trucage door perspectief tekenen is hier ingebracht. Maar soms is het ook handig uh, om uh, in 2D te tekenen op je papier en om dat goed te kunnen zijn er een aantal rekenregels notatieafspraken gemaakt. Heb je namelijk een grootheid en dat kan bijvoorbeeld zijn uh, de veldlijnen. Of dat kan ook de stroom zijn, i, die het papier inlopen. Dat kun je dat tekenen in jouw plaatje door middel van een plusje. Plus wil zeggen papier in. Teken je een punt, dan komt die grootheid het papier uit. Dus je krijgt op deze manier krijg je de gelegenheid om ook richtingen aan te geven die loodrecht staan op jouw tekening, die loodrecht staan op jouw papier. Als we nu nog even deze situatie bekijken van het draad en de veldlijnen, dan zouden we bijvoorbeeld, eh, om het wat duidelijker te maken wellicht, zouden we een bovenaanzicht kunnen tekenen van het draad. En met bovenaanzicht wil zeggen dat je dus eigenlijk van bovenaf precies op het cirkeltje van het draad kijkt, de dikte van het draad ziet en dan ziet het er zo uit. En in deze situatie waarbij de stroom van boven naar beneden loopt, zou je in het bovenaanzicht in het draad een plusje kunnen zetten. Waarmee je aangeeft de stroom loopt het papier in. Want we kijken van boven naar beneden, dus de stroom loopt het papier in. En de veldlijnen kun je dan heel mooi aangeven. Uit de rechterhandregel volgt dan dat de veldlijnen in deze situatie met de klok meelopen. Wat nu als je een zijaanzicht zou willen tekenen, is natuurlijk ook een mogelijkheid. Dus je tekent het draad als een lijn. De stroom loopt van boven naar beneden. Nou, dan kun je weer met je rechterhandregel. Zien dat als je je rechterhand uh, houdt met de duim naar beneden, dat de vingers aan de linkerkant van de draad papier ingaan en aan de rechterkant van de draad het papier uit zouden ko komen. Dus nu geef je de magnetische veldlijnen aan met kruisjes en met puntjes. We gaan het uh, één stapje ingewikkelder maken. We gaan niet kijken naar een rechte draad, maar in de volgende situatie gaan we kijken naar een draad dat gekromd is. En dat kun je hier zien in deze tekening: de draad loopt rond. En je krijgt eigenlijk op elk punt van de draad dat je met jouw rechterhandregel de veldlijnen kunt uh, aangeven. En die lopen overal in cirkels. Maar je krijgt iets aparts, want je ziet dat de linkerkant van de draad eigenlijk hetzelfde uh, beeld vertoont in de binnenkant van uh, de cirkel als de rechterkant van de draad. Ze versterken elkaar. Je krijgt eigenlijk een, een groter magnetisch veld veroorzaakt door elk stukje draad. En dit effect kun je nog uh, versterken door niet één ronde draad te pakken, maar het draad te wikkelen. En als je dat doet, dan noem je dat een spoel. Dus als je een spoel maakt, zoals je hier in het plaatje ziet, dan um, kun je ook um, aangeven hoe de veldlijnen lopen in en rond de spoel. En dat doe je door de rechterhandregel 2 toe te passen. En hoe ziet die eruit? Nou eigenlijk precies tegenovergestelde van uh, de eerste rechterhandregel. Je pakt weer je rechterhand, je buigt je vingers. En nu geven de gebogen vingers de richting aan van de stroom. En dan moet je even goed kijken, want zo'n spoel, dat is natuurlijk altijd een 3D-vorm. Maar het is getekend op een uh, papier. Dus je moet even goed kijken hoe die windingen lopen. En in deze situatie lopen de windingen zo dat de vingers van bovenaf erin gaan met de stroom. En aan de onderkant van de spoel er papier weer uit zouden komen. Dus uh, je houdt je hand zoals die getekend is. En dan kun je je duim weer gebruiken. En de duim geeft dan eigenlijk aan de richting van de veldlijnen in de spoel. Je zou het ook nog anders kunnen zeggen. Je kunt ook zeggen: de duim geeft aan de kant en welke kant je moet kijken om de Noordpool te vinden van de spoel. En als je eenmaal de Noord- en de Zuidpool van de spoel weet, ja, dan kun je natuurlijk ook de veldlijnen tekenen, zoals ik in het plaatje eronder heb gedaan. En, en dan blijkt er iets uh, op zich iets grappigs te gebeuren. Die veldlijnen van die spoel die lijken op iets wat we al eerder hebben gezien, namelijk de veldlijnen van een magneet, van een uh, permanente magneet. Dus een spoel heeft, uh, wordt wel uh, gevoed door een stroom en hij is daardoor magnetisch, maar heeft hetzelfde plaatje als je kijkt naar de magnetische veldlijnen als een permanente magneet. We gaan nog heel even kijken naar de sterkte van zo'n elektromagneet en waar die van afhangt. Want je kunt natuurlijk elektromagneten maken in verschillende groottes en verschillende soorten. Maar waar hangt die sterkte nu vanaf? Nou, de formule die je daarvoor kunt gebruiken ziet er zo uit. En laten we eventjes stap voor stap alle grootheden doorlopen. B hebben we al gezien in de vorige webles: B is de magnetische inductie, uitgedrukt in de eenheid Tesla en Tesla. B geeft eigenlijk aan hoe sterk het magnetisch veld is in de magneet. Die mu0 heeft een hele lange titel. Dat heet namelijk de magnetische permeabiliteit in vacuüm. En de waarde daarvan is een constante en die staat gewoon in binas. De eenheid die erbij hoort, Henry per meter, is niet zo heel belangrijk. Hoef je ook niet te onthouden. Maar die mu0, die kun je zelfs nog aanpassen. En misschien is het je net opgevallen met het plaatje... Op de vorige sheet, want dan had je die spoel en dan zat er een stuk ijzer in. Wat blijkt het geval te zijn? Die mu0 is een waarde die hoort bij vacuüm, dus wanneer je je spoel aan de binnenkant leeg hebt. Maar als je daar nu een stuk ijzer in houdt, dan wordt die waarde mu0, ja, nou de waarde mu0 wordt niet groter, maar dan komt er eigenlijk nog een andere constante bij. Het getalletje samen wordt groter. En ook de uh, magnetische inductie wordt groter. Dus je kunt de sterkte van die magneet beïnvloeden door er een stuk ijzer in te doen. En dat zie je heel vaak bij elektromagneten: dat ze een stuk ijzer bevatten. En dat dus is dus puur om uh, het effect groter te maken. En is het aantal windingen dat je in je spoel hebt. En hoe meer windingen, uh, hoe sterker uh, de magnetische inductie zal zijn. Hetzelfde geldt voor de stroomsterkte i, in ampère's uitgedrukt. Hoe groter de stroomsterkte, hoe sterker je magneet. En uh, tot slot, als je een magneet maakt waarbij de windingen dicht op elkaar zitten, dan heb je ook een sterkere magneet wanneer, dan wanneer die spoel wat langer uitgerekt is. Dus de lengte van de spoel, uitgedrukt in meters, is ook van belang. Wat is nu het grote voordeel van zo'n elektromagneet boven een, een permanente magneet? Dat is natuurlijk eigenlijk heel simpel. Je kunt niet alleen de sterkte bepalen van die magneet door deze verschillende grootheden aan te passen, maar je kunt ook heel makkelijk de magneet aan of uitzetten door uh, de stroom door de, magneet, door de spoel uh, wel of niet te laten lopen, zoals je ook in dit volgende filmpje kunt zien.